ben Ruben Patour. Ik werk in Café Theater in Gent. Ik heb de Martin Miller Gin Cocktail Competitie gewonnen in België. En daarmee Peter mij uitnodigt om een keer uitleg te geven over de winning cocktail. Waarom Martin Miller en Aquavie? Martin Miller gebruikt de zuiverste waterbron van heel de wereld. Ik heb chartreuse mee voor de frisheid. De zoethoutsiroop, dat is zeer bekend in IJsland ook. En huisgemaakte tonicsiroop, omdat het ook tegenwoordig zeer bekend is met de mixed drinks gin en tonic. We gaan beginnen met 5 centiliter van deze lekkere Martin Miller gin. Voilà, erin. Aquavie is ook de nationaal sterke drank van IJsland, daarmee het perfect samengaat met deze gin ook. 1,5 centiliter. Van de chartreuse gebruik je maar 1 barspoon, zeer sterk Frans liqueur. Bestaat uit meer dan 130 kruiden. Heel voorzichtig. Ja, perfect. Dan gebruik je zoethoutsiroop. Dat zorgt een beetje voor de lichte, zoete, bittere toets aan de cocktail. 1 centiliter. Voilà. Dan als laatste de tonicsiroop. Dat is gemaakt op basis van kinabast, engelwortel, citroengras en jeneverbest natuurlijk. Gebruik ook 1 centiliter van. Deze tonicsiroop zorgt eigenlijk voor de lekkere, subtiele, droge nasmaak. 5 seconden na de eerste sip van mijn cocktail. Ik ga er ijs in doen. Zoals je kunt zien is het een stir drink. Ik vind het altijd ietsje leuker dan de gewone shaken drinks. Het is ook ietsje chiquer, speciale mensen zien dat ook graag in de bar. Ik heb hier speciaal glas bij ook. Glas heb ik gekocht op de grootste rommelmarkt van Europa in Lille. Het duurt 3 dagen. Ik heb er zo 12 gekocht voor 4 euro. Dat wordt perfect voor deze speciale gin cocktail. Eens proeven. Dat is perfect. Voilà, mooi strainen. Voilà. En als garnituur eigenlijk gewoon iets simpel, maar wel heel belangrijk voor de cocktail. Het is een subtiele zeste van, eigenlijk een spray van citroen, gewoon aan de zijkant. Mooi rond, niet in het glas, anders is het te sterk. Voilà. En is klaar, de Miller's Triangle. Alsjeblieft.